Dag Andries, wie zijn vermogen wil beschermen of zelf wil bepalen welke bestemming het moet krijgen na zijn of haar dood, die beschikt eigenlijk over verschillende mogelijkheden in ons land. Denk maar aan een huwelijkscontract, de oprichting van een vennootschap of een stichting, een schenking, maar zeker ook een testament. Annelies van Gronsveld, expert estateplanning bij de Grof Peterkam. Ik stel voor dat we vandaag eens kijken wat de mogelijkheden zijn die een testament aanbiedt in het kader van vermogensplanning. Om te beginnen, een testament, wat omvat dat eigenlijk precies? Een testament is een document waarin je zelf bepaalt hoe je goederen verdeeld zullen worden bij je overlijden. Dat heeft een aantal voordelen. Een testament is zeer flexibel, kan altijd herroepen worden tijdens je leven en heeft als ultiem voordeel dat je je goederen bijhoudt zolang je leeft en het krijgt pas uitwerking op het ogenblik dat je overlijdt. Kan ik dat zelf opstellen of moet ik daarvoor naar een notaris? U kan dat inderdaad zelf opstellen, maar er zijn eigenlijk drie types van testamenten. Het volledige eigenhandig geschreven testament, een notarieel testament, een testament dat de notaris dus opstelt, en er bestaat ook een testament in internationale vorm. Dat eigenhandig geschreven testament is letterlijk een tekst die je volledig zelf opstelt, dateert en ondertekent. Er zijn een aantal voor- en nadelen aan verbonden. De voordeel is natuurlijk de flexibiliteit en het gemak waarmee je dat opstelt, ook de lage kosten. Maar de nadelen zijn natuurlijk dat het testament eenvoudig betwist zal kunnen worden. Men kan gaan twijfelen aan uw handschrift of uw handtekening. Maar ook kan er gediscussieerd worden over de vraag of dat u wel echt bekwaam was op het ogenblik dat u die wensen op papier gezet heeft. Of dat u bijvoorbeeld niet onder druk werd gezet door iemand om uw testament in die zin op te maken. Vandaar dat mensen dan meer kiezen voor een testament dat bij de notaris wordt opgesteld. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Een notarieel testament heeft heel wat voordelen, met name de betrouwbaarheid. De notaris zal instaan voor een juridisch correcte formulering van uw wensen. En zal ook in de eerste plaats al nagaan of dat u bekwaam bent en niet onder druk gezet wordt om uw testament op te stellen. Bijkomend voordeel is dat de notaris uw testament bewaart en zelfs registreert in het Centraal Register van Testamenten. En dat biedt een zeer grote garantie dat het testament ook gevonden en uitgevoerd zal worden wanneer u overlijdt. Een derde vorm waar je daarnet naar verwees is het internationale testament. Waarvoor is dat eigenlijk nuttig? Zoals de naam het zegt, is dat vooral nuttig in een internationale context. Het internationaal testament is eigenlijk een vorm van testament die internationaal erkend wordt en kan vooral nuttig zijn als u bijvoorbeeld vastgoed heeft dat in het buitenland gelegen is of als u zelf in een internationale context woont en werkt. Speciaal aan dat testament is dat het in een getypte vorm kan opgesteld worden. Dus het kan in een taal en in een vorm opgesteld worden die niet noodzakelijk in België gehanteerd wordt, maar dat het dus toch internationaal uitvoerbaar zal zijn. Wat kun je eigenlijk allemaal regelen via een testament? Heb je daar een paar voorbeelden van? In een testament kan inderdaad heel veel geregeld worden. Een paar voorbeelden zijn een woning die echtgenoten hebben toebedelen aan de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot zal dan alleen beslissingen kunnen nemen over de woning en bespaart tegelijk ook successierecht, omdat een langstlevende geen successierechten verschuldigd is over de gezinswoning. Bij uitbreiding wordt dat dan vaak gebruikt in een context van een nieuw samengesteld gezin, waarbij men eigenlijk wil vermijden dat de langstlevende echtgenoot beslissingen moet nemen over de woning samen met de eigen kinderen. De relatie tussen stiefouder en stiefkind is niet altijd evident. Maar je kan in je testament ook voorzien dat eens die langstlevende partner overleden is, de woning toch moet terugkeren naar de kinderen. Een tweede veelgebruikte toepassing is eigenlijk de generatiesprong. Men gaat in het testament kleinkinderen bevoordelen en een deel van uw vermogen al aan de kleinkinderen nalaten. Dat heeft de wens om de kleinkinderen al te betrekken bij het verdelen van de nalatenschap en heeft tegelijk ook fiscale voordelen. Een derde mogelijkheid, of een derde voorbeeld dat vaak gebruikt wordt van het testament, is eigenlijk een goed doel bevoordelen. Mensen die een deel van hun vermogen niet aan hun familie wensen na te laten, maar wel een goed doel willen bevoordelen, gaan daarvoor heel vaak een testament opstellen. Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Betekent dat eigenlijk dat je volledig vrij kunt beschikken over je vermogen en bepalen naar wie dat gaat? Men moet wel rekening houden met enkele wettelijke beperkingen. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld wel altijd een minimum aanspraak op uw vermogen. Als u daar tegen ingaat met uw testament, zullen de kinderen altijd de mogelijkheid hebben om toch dat minimum erfdeel op te vragen. Dus er zijn wel degelijk grenzen aan testamentaire beschikkingsvrijheid. Ik onthoud vooral dat een testament een nuttig en een flexibel instrument is om een nalatenschap te regelen en ook dat je toch best bij de notaris langs gaat om discussie te vermijden. Annelies van Gronsveld, dankjewel.